Persoon aangereden door een auto. A1. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Diervoor en More. En vandaag ga ik op pad met de Chevy. Zoals jullie in de titel natuurlijk al zagen. Met de drietoon ook nog eens. Hé, hey, daar stond net nog een Chevy. Goed. En mijn collega natuurlijk. Wij gaan vandaag een leuke dienst ervoor maken. En ja, natuurlijk die Chevy's. Hè, dan, ik denk dan altijd meteen aan Amsterdam. Maar dit is dan Kennemerland. Maar ja, boeiend. Shoutout naar nu in beeld. Want ik ben altijd zo slecht met als het om namen gaat van mensen die anders zijn dan de gebruikelijke mensen die mijn mods toesturen. Dus dan moet ik altijd achteraf, of tijdens het geven van een shoutout denk ik zit, ik weet zijn naam niet. Dus die komt in beeld. In ieder geval, we gaan met de drietoon dus nu A1 naar een persoon die omhul is. En ja, veel mensen zullen de drietoon verschrikkelijk vinden. Ik vind het eigenlijk wel lekker om eens met die Chevy weer te scheuren met die drietoon. Dit is natuurlijk niet helemaal de drietoon die, of niet helemaal, dit was een van de drietoons die we hadden in Nederland. Maar we hadden ook de iets mooiere drietoons en die zaten vooral op de sprinters. Maar goed, die drietoon is natuurlijk verboden. Dus officieel, wat ik nu, als ik weer kijk naar realisme, ja, sowieso rijden er geen Chevy's meer in Nederland rond. En zou ik dus geen voorrangsvoertuig meer zijn, omdat ik met die drietoon rijd. Oh, we pakken meteen een stoeprandje mee, maar dat kan allemaal met de Chevy. Oh, ze zijn er eenmatig gestart. Hoi. Oké, heel goed. Hij heeft zijn t-shirt er zelfs voor uit gedaan, zie ik. Toppie man. Hoe ging deze mod ook alweer? Ik geloof via Nico. De N van Nico. Moet ik dadelijk iets gaan doen. We gaan eerst evalueren. Of hij... Nou, jullie staan al lekker koffie te drinken, zie ik. Misschien moet jullie eens helpen hier met de reanimatie, maar... nee joh, dat hoeft allemaal niet. Ja, nou, dit is een reanimatie. Dus treatments doen we CPR. En ik geloof dat dit gewoon een slagingspercentage van 100 miljoen miljard procent heeft. En over 5 seconden, ja, leeft hij alweer. We gaan hem meenemen naar het ziekenhuis met spoed. Knapt al beter op, zie ik. Ik weet niet of die achterin kan zitten trouwens. Jazeker kan hij dat. Oh, een rood interieurtje. Oh, daar, ik dacht al. Dan ga ik iets doen. Want als het goed is, is het interieur nu ook weer wit. Want normaal spannen de ambulances altijd in via deze mod helemaal in het rood. En deze was gewoon geel. Dus ik dacht al, iets klopt hier niet. Maar dan weten we dat nu. We gaan nu natuurlijk heel soepeltjes door alle bochtjes. Want ja, slachtoffer achterin. En hij crasht. Zo, en dan gaan we gewoon nu weer lekker terug naar de post. Ook al rijd ik maar wat, ik weet eigenlijk niet wat het is, joh. We gaan hier eens naar links. Maar ja, dat is niks verder. Gemaakt natuurlijk door Team MOH, hè, de Chevy dan. En de skin, ja, daar hebben jullie dan een beeld gehad. Want de Chevy is natuurlijk, de skin is natuurlijk gemaakt door die persoon
die jullie toen straks zijn. Maar de Chevy is natuurlijk gemaakt door team MOA. Ja, ze speelden altijd met die sirenes, joh. Ja, dat is natuurlijk niet altijd handig, hè, om daar stil te gaan staan. En misschien ook niet handig om er met 130 op af te rijden voor mij. Maar ja, hè. Politierijders mij persoon neergeschoten. Politie TP en wij TP. Laat mijn collega het even afhandelen. En even genieten van het uitzicht hier samen met mijn collega. Oh, ze zit er weer rechtop, zie ik. Even de wondjes verzorgen, hè, collega. Misschien ook wel handig. Dan ga ik nog even evalueren. Even kijken hoe het ervoor staat. Dan weet ik met welke urgentie we naar het ziekenhuis moeten. Oh, dat moet wel een A1'tje worden. Je ziet het leven. 34, niet zo mooi, hè. Niet zo'n mooie ding. Ik moet mijn steam weer eens gaan uitzetten. Want ik heb het heel lang wel gehad. En nou van shit, ik moet het uitzetten. Toen heb ik het heel lang uitgezet. En nu op de een of andere manier krijgen we de meldingen van vrienden die Steam spelen. Of via die een spel spelen en dan krijg je via Steam. Let's go. Is het nu wit? Ja, nu is het wit. Collega, stap in, stap in. En aankomst ziekenhuis. Mijn collega draagt de patiënt over. En we zijn wel vrij, zie ik. Stap in, stap in. Kom, hup. Ja, mooie ding, mooie ding. Gewoon mooie ding, niks anders. Persoon aangereden door een auto. A1. Oh, wat een flinke scholden in die arm. Ik was het niet, geloof ik. Mijn collega vindt gewoon te bruut rijden. We hebben groen licht, dan zou het betekenen tot van links en rechts geen auto's horen te komen.
Officieel moet je gewoon altijd kijken. Ter plaatse, we zetten hem hier enigszins voor afdekking, dat mensen blauwe lampjes hier zien staan. Oh, mooie auto. Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon een hele dure auto, geloof ik, in GTA Online. Een Monroe. Hij reed wel chill, dat weet ik wel nog. Maar ja, ik weet niet waarom ik mooie auto zeg. Puur omdat ik weet dat die in GTA Online niet zomaar te koop is. Maar voor de rest, ja, niks aan. Nooit, ik zou het nooit zelf kopen. Natuurlijk een trauma aan het hoofd, been of waar dan ook. En natuurlijk wonden. Dus die gaan we nog verzorgen. En het ziet er allemaal niet zo goed uit, hè, zien we weer. De vitale waarden zijn wel goed, maar hij is gewoon ernstig gewond. Dus we gaan hem gewoon medicatie geven voor alles. En we gaan hem nog wat zuurstof geven voor het... voorbij te komen en voor wat ondersteuning. En dan gaan we gewoon met dikke toeters en bellen naar het ziekenhuis brengen. Waarom? Puur omdat het kan. Oh. Oh, we gaan achteruit. Oh, we gaan vooruit. Oh, we gaan naar de grond toe. Misschien zou ik even wachten met je mooie auto, want ik weet helemaal niet of de politie hier naartoe komt. En of jij wel weg mag. Kom. Hey, kameraad. Ik blijf er niet zeggen, een beetje... Nou, laat hem maar, een slachtoffer maar achterin zit. Mijn collega springt vanzelf wel opeens zo poef in de ambu. Tegen het verkeer en overal, gewoon omdat het kan. Soepeltjes, hoppa. Aankomstbestemming. Kijk eens, er is die toch. Collega, stap in, stap in. We gaan naar de laatste melding van vandaag en is weer goed geweest. We gaan van hop naar her. We willen ook een beetje pauze natuurlijk. Nou ja, ik zou het nog erg vinden als ik op mijn ambu zit. Maar ja, hè. Als je er 30 jaar op zit, dan heb je ook geen zin meer om van de ene A1 naar de andere A1, of dan heb je er misschien wel zin in, maar dan vind je het niet meer zo bijzonder om van de ene A1 rit naar de andere A1 rit te gaan. Maar als je stage loopt of zo, dan heb je natuurlijk, ook al moeten mensen daar misschien pijn voor lijden, klinkt heel bruut, maar dan heb je misschien wel het liefst zoveel mogelijk ritten. Nou ja, dat is natuurlijk heel dubbel, hè. Je hoopt natuurlijk op een drukke dag als je mee mag lopen bij hulpdiensten. Maar daar tegenover staat dan wel natuurlijk misschien wel ergens een huis in brand staat. Of misschien ergens wel een ongeval is. Of misschien ergens wel een voertuigongeval is, hè, waar we nu naartoe gaan. Hij hangt vast, ik weet niet of het hoort. Zo te zien gaat het weer goed. En ja, misschien wordt er wel ergens in gebroken en worden er heel veel dingen gestolen. Maar aan de andere kant zit jij dan wel enthousiast in die politieauto, brandwacht of ambulance. Het is heel dubbel. Dus laten we hopen, of ik zeg altijd, ik hoop dat het druk wordt, maar ik hoop niet dat het ernstig wordt. Is. Kijk, natuurlijk, buikpijn is, als jij een ambulance nodig hebt, want je hebt buikpijn, is dat voor jou het ergste wat er is. En dan... sta je waarschijnlijk niet stil bij een zwangere vrouw die misschien ook een ambulance nodig heeft. Dat is nou eenmaal zo. Zo, daar zijn we weer. Oh, dat was wel eerder hardgeremd. Nou, die melding zoals jullie al meekregen, crashen die. Maar ik had jullie nog één melding beloofd. Dus die krijgen jullie ook. Maar geen B-rit natuurlijk. We doen gewoon lekker een spoedritje. Gewoon wat kan. Binnenkort zullen we ook weer eens B-ritten en zo erbij pakken. Maar nu is gewoon een Chevy. Ja, is te mooi om te zeggen van we doen B-ritten, A2-ritten. Tuurlijk hoort het erbij. Het hoort er zelfs meer bij misschien dan A1-ritten. Maar B-ritten, ja. Dat doen we niet. Vandaag.
Deze kunnen we aannemen. Kogel over de politie al. Te plaatsen meteen. Was toch snel, hè? Toch pik? Ja, ja. We gaan eens kijken, persoon is neergeschoten, onbekend door wie, boeit me ook helemaal niks. Het gaat er meer om of we nog een kans tot leven hebben. Nee, dat wordt een reanimatie. En die zijn altijd succesvol bij deze mod, dus dat is toch helemaal mooi. Nu gaat dat, ja, in dit geval dan de AED zegt hij opladen, de lifepack dus, hartmonitor. Zegt van, nou, geen shock, want hij leeft al of zij leeft alweer. Dus opstaan en mee naar het ziekenhuis, met spoed. En die politieagent vergeet zijn collega, arme collega, die denkt van, hier stond net nog een toeran. Dat was net nog mijn toeran. Nu is hij weg. Hell, man. Hij is weer rood van binnen, mooi man. Take the damn thing, okay? Yes, my zoon. What do you want now? En we dragen mevrouw over. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke video vond. Dus ga bij een paar, over een paar dagen bij een nieuwe video. Die ging wel goed. Tot dan. Doei.